ja, wij zoeken gewoon betaalbare woonruimte. Er zijn jonge mensen, studenten. Dus voor ons is het gewoon. We hebben wel een egoïstisch gevoel erachter natuurlijk, dat we gewoon woonruimte nodig hebben. En daarna staat het gewoon al sinds 2008 leeg. Dus het lijkt mij ja, volstrekt legitiem om het te pakken. Dus het is een monumentaal pand is. Dus dat ook nog leeg staat. Dus het, ja, we gaan het netjes houden. Zo. Ja. We hopen dat het goed gaat. Ja. Ik hoorde van de kraakactie, Moes. Ja, we hebben hier, dat hebben we bezet. Dat is eigendom van meneer Patrick van Nek. Hij heeft dat gesplitst en dat is in allemaal verschillende bv'tjes van, die allemaal van hem zijn. En dat is een van deze mensen die het heel leuk vindt om dan tussen al die bv'tjes te moeten verkopen. Hij heeft meegedaan met ABC-constructies, wat behoorlijk schimmig is. Want in deze ABC-constructies worden dus die worden panden, worden hele korte tijd, worden heel snel doorverkocht. Dus hij heeft in Albert Cuypstraat was hij een speler in deze ABC-constructies, waarin een pand in 1 minuut tijd van 700.000 euro doorverkocht werd aan Joost Vastgoed BV, die het weer doorverkocht voor 765.000 euro. En een minuut later werd het weer doorverkocht voor 800.000 euro. Dus het zijn van die handelstransacties die helemaal van tevoren zijn uitgevogeld. Maar die dan in 1 minuut, in juridische 1 minuut plaatsvinden. Wat natuurlijk nooit kan. Het is gewoon. Het is niet een. Het is zeg maar binnen kamers afgehandeld met een notaris. Waarom ze dit doen is. Waarschijnlijk natuurlijk om de prijs op te drijven, van, vooral in 2007, 2008, de prijzen vooral in Albert Cuypstraat, de pijp en alles, dat die heel snel omhoog gingen. Dus hij is een van die spelers geweest in een van die ABC-constructies. En het punt met ABC-constructies is, je hebt natuurlijk het politieke punt van hey, de sociale huur gaat eruit, de waarde gaat omhoog. En er zijn allemaal van die vastgoedspelers, ze speculeren ermee en die bedrijven op die manier de prijs omhoog, dat ze gewoon 60% extra winst maken. Of gewoon in korte tijd. En verder kun je deze ABC-constructies worden bijvoorbeeld ook gebruikt om geld wit te wassen. Je kan zoveel geld creëren in korte tijd die je naar elkaar toe kan schuiven. Het huis is door hem gekocht in 2008. 2006. Ja, dat staat zeker sinds 2008 leeg. En sinds 2008 is er niks meer gebeurd. Hij had nog bouwvergunning, maar die heeft hij zelf ingetrokken. Waarschijnlijk omdat er een negatief advies was van de Russische Zelfstand. Ja. Want het is Rijksmonument. En hij wil het allemaal nog veranderen en anders indelen. En dat een van de procedures is dat wij leegstand constateren. Ja, dat is dicht dichtspijken, dus ik kan niet meer constateren of er leegstand is, of er spullen in zijn, of dat er brood is. Of er wat we daarvoor hebben verzonnen is dat we deze jongeman hier hebben ingehuurd om beelden te maken van het binnenlopen, binnen rondlopen en dan weer naar buiten komen. Okay. Dus dan kunt u dat in ieder geval zien. Dus dat zouden we kunnen bereiken. Ja. Als alternatief, zeg maar. Jongens, succes. Ja. Mag ik even horen. Succes, hè?